is de echte passie de bal goed te raken, echt het gevoel te krijgen dat hij weggaat en een soort feeling of greatness te krijgen als je achter die bal aanloopt en een klein putje maakt om eventueel de birdie te kunnen maken. Dat is de passie van het spel. Wat is nou het idee om het voor je klanten op te nemen? Het idee erachter is dat als jij 's ochtends vroeg een kopje koffie drinkt voordat je gaat spelen, je zelf kan zien op jouw eigen telefoon of video en dan zegt, oh ja, dit moet ik straks meenemen naar de eerste T-box. Dus het gevoel krijgen wat in de brain memory zat, wat je geoefend hebt en wat nu vastgelegd wordt op film. Nu kan je jezelf zien, je hoeft niet naar een andere swing te kijken, je hoeft niet naar model golf te kijken, je hoeft niet naar McIlroy te kijken, je kijkt naar jezelf. En dat is natuurlijk iets heel nieuws. Ja. Merk je een vorm van progressie door dat regelmatig op te nemen voor je klanten? Ja, dat merken, dat kunnen we nu al eigenlijk merken. Ze bellen op en zeggen, jeetje, wat een leuk idee, ik voel nu ook al beter hoe ik de bal sla. Want ik zie mezelf steeds terug in die brain memory. Kijk, nu wordt het contact beter. Omdat je de loft de gelegenheid geeft om de bal mee te nemen. Heb je je handen achter de bal, dan ga je juist de bal brengen. En dat wil je niet. Je moet de club het werk laten doen. Beter. Voel je het verschil? Ja. Voel je het verschil? Dat hij nog steeds naar links. Dus nou, dat is nu niet zo belangrijk. Dat komt omdat je je swing niet afmaakt. Zorg ervoor dat je nou eerst even in die positie komt te zitten. Positie komt te zitten als een keeper in het doel. Nou, moet je kijken. Ik zet deze ietsje meer flare. En deze een heel klein beetje. Zo ja. Wacht even met slaan. Nou, probeer je deze knie naar binnen te drukken. Nee, op deze manier. Zo. Zodat je af kan zetten straks. Maar je gewicht is op links. Maar je wil afzetten. Nu is alles hetzelfde. Probeer eens even met wat minder kracht de bal weg te krijgen. En nu heb je een fantastisch contact. En dat komt omdat je je afzet met dat rechterbeen. He? Dus je staat eigenlijk meer grounded. Voel je het verschil? Ja. Ja. Nog een keer. De leading edge tegen de bal. Handen ervoor. Horloge ervoor. En dit lijkt erop alsof je nu al een stapje zet. Dat je een beter contact krijgt met die bal. Oké? Okay? Heel voorzichtig ga je ook denken aan de transitie. Hè? Dus de transitie dat je van rechts naar links eindigt. Net alsof je die kant op wil lopen. Daar ja. En nou, hè, omdat je hem zo goed raakt, is ook volledig de follow-through daar. En wat vind je daarvan? Hier is het beter. Goed, hè? Brengen. Niet hierheen komen. Ik wil hier geen lucht onder hebben. Buitenste knie naar het doel. Dus wil je deze of die? Nee, die zet je in. En je buitenste knie, je leading leg, hè, gaat niet zo weg. Want dan moet je weer een draai maken om terug te komen. Maar het wordt makkelijker als je die knie elke keer op die manier meeneemt. Op die manier. Het is net of je gaat lopen die kant op. Als je gaat lopen die kant op, ga je ook niet met je voet eerst hierheen, Peet. Dan ga je niet eerst hierheen. Je gaat daarheen. Ga je gang. Dus nou sta je mooi grounded. Goed zo. Okay. Het is snel ook, hè? Ja. Denk eraan dat je als je draait, ga maar adresseren, we hebben het al eens eerder over gehad, dat je deze schouder draait, nu staat je rug naar het doel en die is veel meer gestrekt. Geen hondenbeen, weet je nog,
een gestrekte arm. En dan laat je hem vallen en gebruik de zwaartekracht als je naar beneden slaat. En nu keek je hem op, omdat je te benieuwd bent. Blijf eens wat langer kijken naar de hit. Prachtige bal, hele lichte draw, rechts over links. Je slaat rustiger. Dus gebruik nou de equipment en niet de krachten in je lijf. Juist. Nog een keer. Blijf kijken. Alleen maar swingen. Kleiner maken en nou ga je transfereren naar het doel waar je naartoe wilt. Dat kan alleen maar door je rechterheup te gebruiken. Dan ga je. En die raak je absoluut crescendo. En dit is een ijzeren 7. Moet je even kijken naar de afstand die je nu maakt. Je deed eigenlijk weinig. Nou, wat je nu deed bij dit schot, dat moet in die brain memory. En als je dit schot 's avonds elke keer gaat kijken, dat je denkt, wat deed ik nou? Ja. Dat was dit schot. Dit ziet er heel goed uit. Oké, daar ga je. Is echt geweldig. Is geweldig. Geef het niet op, hè, Peet. Je ziet nu dat het gaat. Voordat je gaat staan bij de bal, doe wel even die pre-shot routine. Overdrijf even dit. Hè, overdrijf even dit. Kom naar achteren, rug recht. Van mijn heup naar mijn knie is het recht. En vanaf mijn hiel naar mijn knie is het recht. En dat staat bij jou eigenlijk altijd heel goed geschoold. Goed zo, perfect. Nou, nu ga je draaien. De bukkel van je riem gaat weg richting die tast erachter. En nou draait de bukkel van je riem naar het target waar je naartoe wilt. Echt heel goed. Echt heel goed. Voelt goed, hè? Ja. Kan niet anders. Oké, nu de takeaway. De takeaway nog een klein beetje meer Amsterdam. Denk aan je linkerarm, die moet gestrekt wegrollen over je borst. Juist. En je zet achter gewoon een paraplu op en je probeert die paraplu op de voorkant weer op te krijgen. Beetje zwaar geraakt omdat je opkeek. En dat kan alleen maar door die transitie. Heupen, schouders, armen, handen. Beter, iets opgekeken, maar dit is veel beter. Voel je het? Ja. Ja, hè? Rechts over links, afstand is super met je ijzeren 7. Probeer toch nog eventjes in die backswing rustiger weg te gaan. En meer het accent leggen. Ja, dat doe je een klein beetje nog. Dan ga je naar je upswing en laat je je rug naar het doel kijken. Is het zo, hè? Ja. Zo sta je geschoold. Precies goed. Dat de wijd kan ik ook niet, als ik op het basketbalveld sta of een keeper in het doel, heel snel een beslissing maken. Ik sta eigenlijk te wijd. Dan kan ik niet. He, als ik hier sta, dan kan ik bewegen. Ik kan hier bewegen. He. Sta ik te smal, dan val ik al om. Ja. En ik maak me ook te groot. Dus elke keer ongeveer die voeten ter hoogte van je heupen. Dan sta je geschoold. Die swing duurt maar 1,4 seconden. Dan ben je er vanaf. Maar zorg ervoor dat je voordat je de bal slaat, naar de pre-shot routine gaat. Elke bal. Hij weet nou eenmaal niet dat hij een bal is. Takeaway mag rustiger. Dus nou probeer je weer die steen over het water te gooien. Die wil je 7 keer ketsen. Daar hebben we het wel eens over gehad.
toen keek je niet meer op. Rustig aan. Leading edge tegen de bal. Nou adresseer ik. Nu voel ik me comfortabel. Ik pak bij. Er is hoogteverschil. Dat geeft mij ook de kans dat ik de loft van de club beter kan gaan gebruiken. Rustig in de takeaway. Doorhalen. En alleen maar dit. En het gevoel krijgen dat je die kant op kan lopen. Ja? Achter niet te veel optillen. Ja, eigenlijk maak je jezelf wat kleiner dan je bent. Dus die paraplu mag je hier wel opzetten, maar je hoeft niet nog een keer naar de hemel te wijzen. Snap je? Leaning edge tegen de bal. Ik maak me iets kleiner. Ik zorg ervoor dat ik die keeper in het doel ben. En alleen maar op deze manier doorhaal. Nou staat de bukkel van mijn riem daar, mijn borst, mijn schouders, alles staat daar. En ik kan die wandeling maken. Ja? Hier zie je, dat is nou echt hè, waar we eigenlijk elke keer tegen vechten. Dat is dat op het laatste moment wil je hem eigenlijk slaan naar Tja'am. Tja'am is het volgende dorp. We zijn nu in Huahin. Hou hem nou hier en hou hem op deze planeet. Zorg ervoor dat deze gestrekt weggaat. Ja. En dat kan alleen maar omdat die aan je schouder vastzit. Oké? Ja. Dus die arm doet niks, je schouder doet het. En de draai doet het. Juist. Hallo, hallo, hier. En dat wil je niet? De balpositie ten opzichte van je voeten. Dus nou wil ik eigenlijk de bal wat meer leggen op mijn rechtervoet, waardoor ik een lagere balvlucht krijg. He, dus dit. Ik krijg nu een lagere balvlucht en toch wat afstand. He, dus op zo'n par 5 kan dat wel eens lekker zijn. Als je nog wat meer slack door die bal heen krijgt. Hier, die is laag en toch afstand. Hallo, nu doe je het al beter. Dus nu mag je ook tegen jezelf hardop zeggen, linkerhand bij de bal, pre-shot routine, keeper in het doel, alles moet kloppen. Probeer ik meer te draaien. Mijn knieën zoenen elkaar nu, zie je wel. En nou heb ik het gevoel dat ik daar naartoe loop. Ja? Denk aan je linkerarm, niet gestrekt. Super, super, ja. Super. Deze wordt het, Peet. Die wil ik dat je 3 minuten kijkt in de ochtend voordat je gaat spelen. Weet je, heel veel golfleraren, en ik heb er heel wat gehad in de loop van mijn golfleven, die zijn heel makkelijk en routineus en willen het eigenlijk zelf voor zichzelf zo makkelijk mogelijk maken. Tony is precies het tegenovergestelde daarvan. Die is heel toegewijd, heel geduldig. Weet je, als een les langer moet duren dan een uur, dan duurt die langer dan een uur. Dus het is, ik vind dat Tony een super kerel is die echt wil dat je beter wordt. En hij geeft niet op voordat dat het geval is. Alles wat je als golfer die wat ondersteuning nodig hebt, is Tony alles wat je maar kunt wensen. Het is een oneindige geduld en toewijding. Als een golfles langer moet duren, dan is dat bij de meeste golfleraren 60 minuten. Een uur is eigenlijk 50 minuten. En bij Tony, als het 1,5 uur duurt, is het ook goed. Weet je, als het maar als jij er maar beter door gaat spelen. En dat is zijn drijfveer. Dat maakt hem anders. En dat maakt waarom ik van hem hou. Het is echt geweldig. Het is geweldig. Geef het niet op, hè, Peet. Je ziet nu dat het gaat.